Goed. Nou, welkom. Fijn dat u er allemaal in zulke grote getalen bent gekomen. Het is ook wel een historisch momentje. En het geeft ook ons de gelegenheid om een paar dingen, misverstanden die er misschien mogelijkerwijs zijn, om die ook dan maar gelijk uit de weg te ruimen. Dus dan wil ik dat eerst even doen. En dat komt, hoe zijn die misverstanden ontstaan, kan ik ook wel gelijk zeggen. We hebben in het voorjaar zijn wij gestart met een high yield bondsproces. Dat betekent dat we relatief veel adviseurs, advocaten, consultants, etc. over de vloer hebben gehad om een prospectus te maken waar uiteindelijk investeerders op hebben ingetekend. Nou, dat hebben ze in grote getalen gedaan. En een van de misverstanden was dat we onder curatele zouden zijn of dat er allerlei adviseurs in opdracht van Lion liepen. Die liepen er wel in opdracht van Lion, maar nog veel meer in opdracht van de banken om die prospectus voor te bereiden. Dus dat is toch iets wat anders is. Daarnaast ook misschien toch goed om even te melden is dat we een financieel sterk concern zijn. En ik heb op andere gelegenheden al vaker uitgelegd dat door onze financiering, waarin we een shareholdersloon hebben die een non-cash interest heeft en gewone leningen, dan kan het netto resultaat weliswaar misschien negatief zijn. Maar het gaat uiteindelijk voor ons heel belangrijk om de EBITDA. Daar betalen we onze investeringen uit. Dat is waarom we ook de afgelopen jaren ontzettend veel hebben kunnen investeren. In die zin, ja, natuurlijk, het resultaat is iets teruggelopen, ook in EBITDA-zin. Maar het is zeker niet zo dat er sprake is van een probleem in die zin. We hebben nooit een covenant breach gehad. We zijn gefinancierd met een high yield bond. En daarom kunnen we ook helaas niet altijd alle financiële informatie precies geven en reageren op allerlei berichten die er zijn, omdat dat gewoon niet is toegestaan. Wat ook waar is, is wel dat we een bedrijf zijn in verandering. We hebben een reorganisatie moeten doorvoeren, helaas. Maar ook wel noodzakelijk omdat we ook meer snelheid wilden in het bedrijf. En we zijn ook echt veranderd in de afgelopen 10 jaar. We zijn van een bedrijf van 275 winkels naar 670 winkels gegaan. In plaats van in 2 landen, in 7 landen, in 11 formules in plaats van 2 formules. En dat heeft gewoon een enorme impact op het bedrijf. Nou, de wereld om ons heen die verandert razend snel. En ik zou eigenlijk als introductie een klein filmpje willen laten zien over hoe wij vandaag naar de wereld om ons heen kijken. Ik ga vandaag spreken, daar begin ik eigenlijk mee, om even iets over de strategie te vertellen in de achtergrond. Nou, dan Ellen, Rob, Misha, korte rondleidingen dan de interviews. Dan moet ik af en toe even spieken waar ik ben. Aha, hier ben ik nu. Oké. Ja, de strategie. Als wij naar de strategie kijken en wij vonden dat we die moesten aanpassen, en in die zin is het ook wel redelijk historisch, omdat we een grote stap gaan maken. En ik hoop dat eigenlijk in een aantal minuten aan u duidelijk te maken. Wat je merkt, en dat merken wij natuurlijk ook, is dat er, doordat er de afgelopen jaren ontzettend veel vierkante meters zijn bijgebouwd, er ook sprake is in de crisistijd nu van een stukje leegstand. Dat wordt vaak toegeschreven aan de online wereld, maar wat feitelijk gebeurt is dat er eigenlijk gewoon te veel meters zijn die op dit moment niet exploitabel zijn. En dat zag je al komen, en zolang als het groeit, dan is het allemaal goed, maar zolang als de groei er even niet is, ja, dan valt dat ook onmiddellijk op. Je ziet ook met name, en ik had deze week het genoegen of vorige week het genoegen om nog eens naar een professor te mogen luisteren die erin doorgeleerd heeft. En wat je daarin ziet is dat de binnensteden, eigenlijk de grote steden, die doen het eigenlijk goed. Zowel op online als op winkelgebied. Maar je ziet met name die tussenplaatsen, zoals bijvoorbeeld een Bussum of een Hilversum, die hebben het gewoon zwaar. En daar zie je ook die leegstand enorm aanwezig. Nou, dat verlaagt natuurlijk de attractiviteit van het winkelgebied en als gevolg daarvan zie je dus minder mensen komen. En dat zal voorlopig nog wel even doorgaan. Vergrijzing. Ook uit een presentatie. Gemiddelde leeftijd in Nederland op dit moment 40 jaar. Over 10 jaar gemiddeld 50 jaar. En dat betekent heel veel voor je assortiment. Dat moet je gewoon gaan aanpassen. Want mensen kopen nou eenmaal als ze 50 zijn minder vaak servies en gordijnen dan dat ze dat zouden doen op een ander moment. En natuurlijk de invloed van online. Maar ja, daar doen we zelf ook fors aan mee. En je ziet dat op ieder moment van de dag moet je assortiment kunnen bieden in een steeds hoger serviceniveau. En daarom moeten we ons ook natuurlijk aanpassen.
Als je kijkt wat er ook nog in de wereld om ons heen gebeurt, is een stukje technologie. Technologie gaat razendsnel. Je ziet het nieuwe Apple Watch komen waar mensen precies kunnen zien hoe het met hun gezondheid gesteld is. En dat zal alleen maar verder gaan. Dus gezondheid en technologie die gaan hand in hand. Maar ook, dat gaat ook veel sneller. We zien het ook in onze eigen online business. Is dat je steeds meer mensen ziet die gewoon online shoppen. Maar dan wel met hun mobieltje. Schaarste van grondstoffen hebben we ieder moment mee te maken. En mensen zijn op zoek naar experience. Experience in winkels, op ieder moment van de dag. Willen ze gewoon vermaakt en nieuwe dingen mee kunnen maken. En dat alleen al is een reden om voortdurend je assortiment aan te passen, je winkel aan te passen. En dat is ook mede een van de dingen in de basis, wat ik straks zal uitleggen, waarom we ons winkelconcept ook volledig onder loep hebben genomen en ook zo volledig hebben aangepast. Sustainability, mensen willen langer leven, gezonder leven. En ze zoeken daar producten voor en daar zal Rob straks iets over vertellen hoe wij daarop proberen in te spelen. Maar allemaal vanuit de centrale gedachte dat lekker eten moet ook betaalbaar en ook bereikbaar zijn voor iedereen. De verandering voor HEMA is best wel groot. Als je kijkt dat in het verleden, kijk heel even op de sheet, ja, dat gaat nog steeds goed, is dat Holland is als goudse kaas en houten klompen, maar inmiddels eten we mozzarella en lopen we op sneakers. En dat is wel een belangrijk gegeven. Dus je moet mee in die hele grote verandering. Als je kijkt naar HEMA, en je kijkt specifiek naar HEMA, van wat is nou de positie van HEMA en waar moeten wij dan ons plekje mee verdienen, is dat wat ons onderscheidt van al die anderen, is dat we alle producten zelf designen. Dat we ons eigen handschrift hebben. Dat wij die unieke hoek zoeken van aan de ene kant design, prijs en kwaliteit. En dat is op zich een uitdaging. En dan wil je ook nog al die trends die er zijn, die wil je ook nog vertalen in je assortiment, in je routing, in je winkel en in de producten die je verkoopt. Dat allemaal overziende en in de wetenschap dat 2013 niet echt een positief jaar was voor HEMA, moesten we wel zeker ons gaan aanpassen. Die plannen waren er al langer, die ideeën waren er ook, alleen we hadden nog wat moeite met de uitvoering. Dus de reorganisatie heeft ons in die zin geholpen om snelheid te krijgen, om andere mensen in posities te krijgen, zodat we met elkaar aan die nieuwe HEMA kunnen werken. Nou, wat verandert er dan? Een aantal dingen. We zijn heel vaak en heel veel gekopieerd, dus we dachten we moeten onze stijl, onze fotografie, ons assortiment moeten we aanpassen. We moeten snelheid krijgen, veel sneller gaan dan al die anderen. Echt HEMA stond natuurlijk heel veel jaren voor heel goed en echt vertrouwd, maar tegelijkertijd het vertelt weinig over wie we zijn en wat we zijn. Dus we willen ons profiel duidelijker maken. En daarom is gekozen voor Maakt Gewoon Bijzonder, omdat daar een paar dingen bij elkaar komen. Enerzijds omdat we het zelf ontwerpen, maken, dat het gewone artikelen zijn die we bijzonder proberen te maken door ons handschrift. En we willen eigenlijk met deze payoff willen we klanten duidelijk maken waar we voor staan en welke kant het op gaat. En dit is gewoon een eerste stap. 2014 is voor ons, zoals wij het zien, een transitiejaar. Je kunt je voorstellen dat het niet zomaar meevalt om zo'n grote verandering op al die onderdelen, op communicatiestrategie, op de winkellayout, in assortiment, in de organisatie zelf, in zo'n korte tijd uit te voeren. Maar dat hebben we wel gedaan. De afgelopen tijd hebben we 520 winkels compleet geremodeld, verbouwd. 330.000 vierkante meter vloeroppervlakte is compleet nieuw ingedeeld in alle winkels. Enorme klus. En in deze tijd waar we een aantal jaar geleden al alle grote winkels, zoals Rotterdam, compleet verbouwd hebben, fysiek de verschijningsvorm veranderd hebben, hebben we nu de rest van alle winkels ook nog de layout aangepast en daar waar nodig nog verder verbeteringen aangebracht. Ik heb wat layouts meegenomen en dat hangt hier achter me ook. Maar als je straks in de rondleiding zult zien, dan wat dan opvalt is dat we eigenlijk een aantal tafels, zoals u die hier ook op de afbeelding ziet, her en der door de winkelruimte geplaatst hebben. Nou, vroeger was dat ondenkbaar. Dan hadden we gewoon allemaal schappen en rekken en displayen deden we niet zoveel. Maar je ziet ook, en dat hebben we gezien in Frankrijk en in Spanje en ook in Engeland,
dat je door het op tafels te presenteren klanten veel beter kunt laten zien wat je te bieden hebt. En dat er ook veel meer impulsaankopen plaatsvinden. En eigenlijk deze winkel ook. En ja, Willem met zijn team loopt een klein beetje voorop in deze. Is dat we er afgelopen week ook gewoon doeken omheen hebben gezet. Omdat we anders u vandaag niks konden laten zien. En dan was het gewoon compleet uitverkocht geweest. Dus dat werkt wel. En dat zien we ook in meerdere plekken al bewegen. Ben je er dan al helemaal? Nou, dat denken we niet. Het is een eerste stap. Het is een begin. Het is een goed begin. En daar hebben we met elkaar keihard aan gewerkt. Maar dat laten we heel goed zien welke kant we de komende jaren opgaan. En natuurlijk, ook voor de interne organisatie, betekent dat ook nogal wat. Want van het vullen van schappen naar het presenteren op tafels is natuurlijk een enorme stap als je vandaag winkelmedewerker bent. En ja, je kunt je voorstellen dat dat een andere vaardigheden vereist. De brochure is veranderd, u krijgt hem mee. Ik heb hem hier liggen. En daarin zullen we steeds ook, zeg maar, foto en tekst en wat onze producten zo anders en bijzonder maakt, dat zullen we ook veel beter gaan vertellen. Want we kregen van klanten ook wel terug, ja, als ik met ze praat, ja, maar vertel dan gewoon wat erin zit. En vertel dan dat je biologische ingrediënten gebruikt. En vertel dan dat je merino wol gebruikt in plaats van gewone wol, et cetera. Nou, die verhalen, die komen allemaal nu terug in die brochure. En dat zullen we ook de komende jaren zo gaan doen. Als je dus die grote transitie maakt van echt HEMA naar HEMA maakt gewoon bijzonder, is dat natuurlijk een hele grote stap. HEMA is echt vertrouwd. We hebben onze filiaalmanagers, onze medewerkers hebben het uitgelegd. En als ze zien wat er aankomt, ja, dan snapt iedereen het wel. Maar het is ook even het vertrouwen een beetje loslaten en een nieuwe volgende stap maken om het gewoon duidelijker te maken. Want iedereen heeft een beeld van HEMA, hoe HEMA is. En daardoor blijkt die hele vernieuwing, ja, die komt gewoon niet zo goed over de bühne. Want ondanks dat we heel veel artikelen per jaar veranderen, als je het in die schappen houdt, ja, dan gaan mensen het gewoon niet zien. En we merken gewoon, dat merkten we ook als we klanten naar onze internationale winkels brengen, dat ze artikelen ontdekken die ze voorheen niet zagen. Dat ze zeiden, hey, verkoop je dat ook? Verkoop je dat ook? Ja, dat verkopen we ook. Alleen ze zagen het gewoon niet. Het zat gewoon verstopt in die schappen. Nou, dan krijg je allerlei discussies over vernieuwd HEMA wel voldoende, gaat het wel hard genoeg. Dus we hebben in ieder geval gemeend, ja, we moeten dat zichtbaar maken. We moeten klanten helpen om die gewone, bijzondere producten voor het voetlicht te brengen. En dat is, denken wij, met deze grote stap in ieder geval een stuk beter geworden dan wat het was. Een aantal pijlers waar wij de komende jaren voor kiezen om het ook duidelijker te maken. We gaan voor een aantal trends. Convenience. Convenience zien wij ook als makkelijk kunnen winkelen, eenvoudig kunnen shoppen, maar ook producten die je kunnen helpen. Als bijvoorbeeld, ik zie hier staan, nail polish remover. Je steekt je vinger erin en je nagellak gaat eraf. Hoe handig is dat? Maar zo zijn er nog honderden, misschien wel duizenden producten in ons assortiment die een verhaaltje hebben waar iets achter zit, waarover nagedacht is, waardoor het beter kan worden. Maar ook makkelijker navigeren in een winkel. Dus we zullen steeds op zoek gaan naar wat voor de klanten in ieder geval beter kan worden. Value. We zien natuurlijk discounters in de markt en die zijn van alle tijden. Die komen we ook in andere landen tegen. Maar wat belangrijk is dat die producten die je verkoopt, die moeten een zekere waarde, maar ook een zekere kwaliteit vertegenwoordigen. Dat maakt ons ook anders. Dus als je het zelf ontwerpt en je stopt er de goede dingen in en je weet zeker dat het een goed product is, dan hoeft het niet per se de allerlaagste prijzen in de markt te zijn. Want klanten die zijn niet dom. Klanten hebben heus wel door wat kwaliteit is en wat geen kwaliteit is. Wat wij een uitdaging vinden, en daarom schrijven we daar ook zo, dankzij jou blijft in prijs verlaagd, is de komende jaren wel onze prijzen voortdurend aan te passen naar beneden. Om te zorgen dat het voor heel veel klanten steeds bereikbaarder wordt om al die goede dingen te kunnen kopen. En Rob geeft daar straks een paar voorbeelden van, maar ook een superfood voor de prijs die wij doen, maakt gezonde leven ook veel bereikbaarder. En dat vinden we toch echt heel belangrijk. Slimme keuze, dat hebben we al jaren, dus we doen EDLP op deze producten. Omdat we van overtuigd zijn dat klanten dit gewoon fijn en prettig vinden als ze het altijd voor die goede prijs bij ons kunnen kopen. En dan heel belangrijk in de winkel zelf. Ja. Mooi. Dankjewel. Als je dan in die winkel zelf kijkt, dan zie je gewoon dat die experience, dat moet gewoon echt fors omhoog. Dus wat je straks zult zien in de layout, is dat we in de basis, in de schil eigenlijk
de basisartikelen hebben gebracht. En dat we meer aan de hoofdpaden eigenlijk de artikelen brengen die actueler zijn. Die basisartikelen proberen we natuurlijk ook actueel te houden. Maar tegelijkertijd proberen we mensen ook te verleiden met impuls aan de hoofdpaden. En bijvoorbeeld een bord als nieuw en daar een complete presentatie omheen maakt duidelijk wat we daarmee willen. Dus het gevoel, het laten zien van die artikelen, daarmee hopen we eigenlijk met deze layoutwijziging, die natuurlijk groot is, om daarop in te spelen. Klanten zullen natuurlijk ook wel heel eventjes moeten zoeken. Dat zal ook nog wel even zijn. Hun vertrouwde HEMA, soms liggen de sokken dus nu even op een andere plek als waar ze het vroeger zochten. Tegelijkertijd zien we ook uit de eerste resultaten dat het wel logischer is geworden en dat klanten ook heel goed hun weg kunnen vinden. Dus die doelstelling van makkelijk navigeren, die is wel gelukt. Sustainability. Een groot onderwerp op de agenda. We willen beter leven, langer leven. We willen goede producten gebruiken. En we denken dat daar in de toekomst iets te verdienen is. De komende jaren zal dat steeds belangrijker en belangrijker gaan worden. We spelen daarop in door ons aan te passen, het assortiment aan te passen. En het is een uitdaging om het, het is nooit goed genoeg, maar je probeert het in ieder geval zo goed mogelijk te krijgen. Een aantal speerpunten in ons assortiment, die ook straks in de layout gaat tegenkomen. Even kijken wat ik er ben. Ja. Artikelen vers gemaakt in eigen keuken. We zien gewoon, als je betere producten maakt en het is biologisch en het is heel goed, dat de omzet echt exponentieel kan stijgen. En dat gebeurt ook met deze artikelen. Dus die lijn die zetten we voort. Een compleet nieuw assortiment, en Misha gaat daar straks alles over vertellen, ontwikkeld in krappe 4-5 maanden tijd, 620 nieuwe artikelen, en verpakt, ontwikkeld, bedacht, geïmporteerd, et cetera. Dus echt een prestatie van formaat, wat naar mijn mening heel goed de nieuwe HEMA aangeeft in termen van snelheid en hoe snel we dingen kunnen veranderen. In het oude systeem, zoals we vroeger werkten, konden we dat niet in die snelheid voor elkaar krijgen. Dat was nooit gelukt. Vandaag de dag, Misha met haar team, toch in zo'n korte periode zo'n compleet nieuw assortiment neergezet. En de nieuwe artikelen, die liggen nu alweer op de tekentafel en die komen er nu alweer binnenkort alweer aan. Want we blijven ons aanpassen. De beauty, reeds succesvol gedaan in heel veel winkels. Nu uitgerold in 520 winkels. Ellen gaat daar straks nog iets meer over vertellen. Ik zal niet het gras voor de voeten wegmaaien. En ook mode, de Actual Basics en de Basics en de Basics Plus, zoals je die kent in onze winkels, hebben we ook een grote stap gezet. Ga je straks ook in de layout zien, want we denken ook dat we daar een positie in de markt kunnen hebben. Nieuwe samenwerkingen, ook nog echt niet eerder gedaan. Een compleet nieuwe collectie. Binnenkort te koop van vier jonge ontwerpers, 20 items, waarin je je perfecte basisitem kunt laten zien. Echt op social media al een heel groot ding. Iedereen weet het eigenlijk al, dus in die zin weinig nieuws, maar voor HEMA wel nieuw, omdat we niet eerder zo'n grootse samenwerking hebben opgepakt. En wij denken dat het echt van de schappen zal afvliegen als we zien wat reacties tot dusver zijn. En we zijn blij dat Linda bijvoorbeeld een keer op de cover staat met de Little Black Dress. Vinden we ook wel echt spectaculair dat gaat gebeuren. Online, de integratie van online in onze winkels zal vorm krijgen door steeds meer. Om te beginnen gaan we alle fotokiosken ombouwen tot een internetzuil. Maar in de nabije toekomst zullen ook een aantal winkels uitgerust worden met tablets. Waarop je gewoon standalone dus gelijk kan orderen. Mee kan lopen met de klanten door de winkel heen. Zijn we erin? Ja, maar. Dus dat willen we ook heel graag die stap maken door die integratie te kiezen tussen de winkel enerzijds en wat we online te bieden hebben. Want ook online gaan we artikelen toevoegen, en dat zijn we eigenlijk ook al aan het doen, waardoor we in staat zijn dus een nog veel breder assortiment te bieden dan wat we vandaag de dag al hebben. Ik ben volgens mij aan mijn laatste sheet. Ja, heel goed. En dan ben ik ook door mijn tijd heen. Dus wij denken met deze grootste aanpassing, en ik heb het zo kort mogelijk geprobeerd te houden, want er is natuurlijk nog veel meer en veel langer over te praten, om in ieder geval duidelijk te maken dat we
met een nieuwe organisatie, met een nieuwe communicatiestrategie, met een nieuwe strategie, met een nieuwe waarindeling, met nieuw assortiment, helemaal klaar zijn voor de toekomst om weer verder te kunnen groeien. Dank jullie wel.